welkom en bedankt dat je hier aanwezig kon zijn. We zitten hier natuurlijk om over jouw boek Alles Kids te praten. Kan je even kort vertellen waarover dat juist gaat? Wel, het is een boek voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. En het speelt zich af in de holle bolle weg. Het zijn verschillende kortverhalen van verschillende kinderen die daar wonen. En elk kind is op zijn manier heel sterk. Maakt wel iets mee of zit in een bepaalde situatie. Er zijn verhalen die gaan over pleegzorg, autisme, verdriet, scheiding. En ik vond het heel belangrijk dat kinderen zo eens een verhaal van een ander sterk kind konden lezen. Dus dat was eigenlijk mijn insteek van is achter de gevels van andere gezinnen kijken van iedereen maakt wel iets mee op zijn manier. Het is ook jouw eerste boek. Vanwaar kwam die inspiratie juist om daarover te schrijven? Of hoe is dat proces verlopen? Ik heb eigenlijk altijd iets gehad met boeken. Ik heb ook regentaat Nederlands gestudeerd, dus zelf heel veel boeken moeten lezen. Verplichte literatuur. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje op mijn bucketlist blijven hangen van een boek schrijven en dan voor kinderen. Na mijn carrière bij K3 ben ik begonnen bij Ketnet met Generatie K. Dat was een programma rond kinderrechten. En dan ben ik voor één een programma gaan maken, Kinderkopjes, weer met kinderen. En altijd sterke verhalen en goede gesprekken proberen hebben met hen. En dat heeft me geïnspireerd. De kinderen vooral hebben mij geïnspireerd om dit boek te schrijven. Ja, inderdaad. De programma's die je net noemde waren ook inderdaad voor kinderen. Ja. Het is opvallend dat je wel andere thema's, maatschappelijke thema's, die belangrijk zijn, aankaart in die programma's en ook weer in dit boek. Mm-hmm. Je hebt zelf ook 2 dochters. Is dat ook iets dat je belangrijk vindt en wilt meegeven met hen? Ja, ik denk dat elk kind op een bepaald moment in zijn leven wel iets meemaakt. Hè? Heel veel gezinnen die scheiden, maar ook een huisdier dat je afscheid van moet nemen. Dus ik vind het wel belangrijk om vooral ook aan de ouders eigenlijk een tool te geven om een goed gesprek aan te gaan. Ja. Want ik vind dat kinderen soms onderschat worden. Dat we zoiets hebben van, maar nee, mijn kinderen kunnen het nog niet hebben over verdriet of over autisme. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat je met kinderen over alle belangrijke thema's een goed gesprek kan hebben. Ja. Ik pleit daarvoor. De kortverhalen in het boek, die eindigen vaak ook met een beetje een open einde. Om dan de discussie, denk ik, open te trekken tussen ouders en hun kinderen. Heb je al zo'n reacties gekregen van ouders die zeggen van we hebben dit of dat kunnen bespreken met ons kind? Wel, het boek ligt nog niet zo lang in de winkel, sinds 12 oktober. Dus er komen wel al wat reacties. Ik heb van een aantal juffen al hele mooie verhalen gehoord dat het boek hen ook helpt om in de klas eigenlijk voor te lezen en om een goed gesprek in de klas aan te gaan. Maar laat de reacties maar komen. Ik ben heel benieuwd of het effectief lukt. Ja. En dan nog een laatste vraag om af te ronden. Heb je al nieuwe plannen om een boek of misschien een televisieproject te beginnen? Nee. Ik zit boordevol ideeën nog, maar er is nog niks concreet. Maar ik ga sowieso nog televisie maken en een tweede boek. Ja, ik weet het niet. Ik zal eerst eens zien of deze gesmaakt wordt. Okay. Dan wens ik je alvast heel veel succes daarmee. Dank u wel. Dank u wel voor uw tijd.